Bulhawe is de naam van een beroemde koraalrif bij Australië. Oh, dat is mijn lievelingsfilm. Of is dat niet van die film? Ja, waar gaat die film over dan? Over de oorlog. Met die vrouw. En dan wordt ze verliefd voor 2 maanden. Ja, maar wat is weet je wat een koraalrif is? Nee. Ja, dat is zo'n rots in het water. Ja. Volgens mij wel, bij de zee. Ja, daar vlogen ze wel tegenaan in die film. Vlogen ze er tegenaan? Ik heb die film ja, niet hij gezien. Vloog naar beneden de zee en toen was hij dood. Maar toen kwam hij na zoveel jaar weer terug, toen was hij niet dood. Maar het gaat over dat ze met twee Maar vloog ze tegen een koraalrif aan? Ja, de zee. Dan is je er denk ik aan vernoemd. Nee, echt niet. Bulhawe heet die film. Ja, maar kijk toch dat die rots er nou vernoemd is? Dat daarom die film zo heet. Ja, oké, maar... Dat kan toch? Hij vliegt het water in. Er zit toch geen rots in het water? Ja, jij zegt dat, hè? Dat hij tegen een rots aan vloog. Ja, het wel, in het water. Wel tegen een rots aan. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik wil nooit zeggen, eigenlijk. Wat wil je zeggen? Nou, wat zijn continenten? Nee, werelddelen. Oké, dan. Europa. Heb je? Een werelddeel? Je hebt Amerika. Je hebt... Zuid-Afrika, je hebt Australië. Nou, help eens mee. Ja, schat, ik... Ja, kom op. Hoeveel hoeken heeft een driehoek? 3. Ja, 3! Heel goed, ja. Zie je dat? Maar daar hoor je niemand over. Daar hoor je dus niemand nee, over. Nee, inderdaad. Hoe heet een inwoner van India? Een Indonees. Dat is Indonesië, toch? Nog een keer, hoe heet een inwoner van India? Indonesië is niet goed. Een Indiaan. Indi. Een Indiaan? Een Indo. Wat? Een Indo. Een Indo. Nog eentje. Ork, ork, ork. Soep eet je met een? Lepel. Zie je, dat is toch gek. In welk land betalen ze met een pond? Zo. Waar ze niet met euro's betalen. Engeland. Ja, dat weet je niet? Nee, dat wist ik niet. Nee? Ja, zij zegt Engeland, maar ik ben ook nog nooit in Engeland geweest. Dus... Ja, maar heel goed. Je bent nog geweest, Nancy. Nee. Dus hoe zou je het moeten weten? Laat eens kijken. Deze ken je wel. Deze keer wel. Sharon, here we go. Daar gaan we. Hey. Wie is dat, Sharon? Van de Chicago. Iemand van Amerika, want ik zie de Amerikaanse vlag. Je ziet wel de Amerikaanse vlag? Ja. Dat is goed. Wie is die man? Nee, niks? Nee. Nee? Bill Clinton. Oh, dat ik wou het zeggen. Ik denk, nee, dan ga je me uitleggen, want het is hem niet. Zie je, jij bent te dom om te weten hoe intelligent je bent. Sharon, hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Wat? Het ligt eraan of je een pakje van 6 koopt of een pakje van 12. Zeker niet verwacht mee. Zij denkt natuurlijk doos. Dozijn. Denkt, ja, ik begrijp het. Nou, ik moet je het goede antwoord is 12. Je hebt helemaal geen doos pak met eieren voor 12. Wat zeg je nou? Wat zei je? He? Wat zei je nou? Helemaal geen doos heb met 12 eieren. Natuurlijk wel. Ja, en 10. Dat is 10 hoor. Au. Wat is dat? Wat is 2 kleintjes. Enjoyed these? If yes or no, let me know below, and I will sometimes post these until I get a new graphics card and can continue the show. See y'all later.